Vandaag lekker een ochtendje op pad in Arkemeen. Met Jeroen. Is er ook weer bij. Ga lekker vogels kijken vanochtend. We hebben tot nu toe het een en ander ganzen, zilverreigers, wat meeuwen. We gaan zelf een stukje verderop. Er zijn koereigertjes gezien. Dat is wel een hele leuke soort. Die gaan we zelf even bekijken. En verder ons vooral een beetje laten verrassen voor wat er allemaal verder nog voorbij komt. Omstandigheden zijn schitterend. Dus kan alleen maar goed gaan vandaag, toch? Ja, is leuk. Een aantal van die kleine mooie witte koereigertjes, prachtige vogeltjes. En het leuke is, ze lopen ook echt tussen de koeien. En daar zoeken ze naar vervoer. Dat zie je ze heel vaak doen, soms zelfs een stukje meeliften op zo'n koe. Dat doen ze nu niet, maar er zijn wel foto's van, dus dat is hartstikke leuk. Het zijn gewoon hele mooie vogeltjes. Eigenlijk zijn het meestal soorten die wat verder naar het zuiden voorkomen. Daar zijn ze heel algemeen, maar in Nederland toch nog een beetje bijzonder. Hele leuke waarneming zo op deze mooie morgen. Nou, even lekker naar die koereigers staan kijken. Wat leuke plaatjes kunnen schieten. Mooie beestjes zijn het toch hoor. Vooral als ze echt zo tussen die koeien lopen. Nu even een stukje door. We hebben hier nog meer kans op leuke dingen. Denk aan zeearend. Misschien nog ergens wat andere vogels. En gaan eens even kijken wat we verder nog tegen kunnen komen vanmorgen. Wat je doet? Waar? Ja. Rot of waar? Ja, hij zit daar. Waar? Hij zit daar. Je hebt dat. Dit is lekker man. We waren hier een stukje verplaatst. De koereigers waren leuk, maar nu hebben we een andere reigersoort in het vizier. Jeroen die ziet hem net, die spot hem heel mooi. De roerdomp. Hele verborgen soort. Echt moeilijk om te spotten vaak. Zit diep in het riet. Maar nu is hij aan het fourageren. We hebben hem. Oh, vette vondst. Vette vondst. Kijk, het handige is, als je mensen kent die speelgoed hebben, zoals Jeroen hier zo, die heeft een warmtekijker mee. En dat maakt het vinden van zijn roerdomp toch een stukje makkelijker. Het is echt een beest dat zit diep in het riet. Je moet echt net zien dat hij er zit, maar hij zit er zeker. We zitten nu eigenlijk te wachten totdat hij even een stapje uit het riet doet, dat hij zich beter laat zien. Maar wat een vette spot. Na die koereiger is dit echt ook een hele mooie soort voor vandaag. Echt top. Look at the root of the bone.
Zo dan. Twee hele blije mensen hier zo. Echt heel blij met die roerdomp, joh. Echt, wat een vet beest is dat ook. Gewoon zo goed gecamoufleerd. En dan stapt hij die rietkraag in en je ziet hem gewoon soms bijna niet meer. Dan moet je heel goed kijken en dan heb je hem weer terug. Het is een reigersoort, net als de koereiger die we eerder hadden. Alleen deze die vertrouwd is op zijn camouflage, waar die mooie koereigers straalwit waren. Deze bruin en heel moeilijk te spotten. Maar het is gelukt. Ontzettend blij mee. Mooie afsluiter van de dag, dus wat dat betreft mooi moment om het voor gezien te houden met de roerdomp in de pocket. Vond je het nou een vette video? Doe even een duimpje omhoog. Of laat even een comment achter hieronder als je het een vette video vond. En als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat dan ook niet te doen. Vergeet ook niet te abonneren op het kanaal van Jeroen. Er staat hier zo'n link in de omschrijving. En zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei! Roerdomp, zaagbek, roerdomp. Oh, die zaagbek.